Een week geleden maakte de familie Bellinga bekend dat ze een derde bioscoopfilm zouden krijgen. De film van die grote familie is vanaf juli 2024 in de bioscoop te zien. Ze waren zelf bijzonder enthousiast in de aankondiging op Instagram. De Bellinga Spreadpark op Stelten wordt onze derde nieuwe bioscoopfilm. Begin juli 2024 in de bioscoop. Na de twee grote successen van vorige jaren volgen ze of we nog een keer een film wilden maken. Die irritante ouders haalden ook nog even hun gram bij de haters. Ze benoemden namelijk maar al te graag dat ook de kinderen zin hebben in de opnames van de nieuwe film. Daar zeiden wij, en vooral de kids, geen nee tegen. Die arme kinderen weten waarschijnlijk niet eens beter dan dit. Je zou denken dat die kinderen al vanaf hun geboorte moeten acteren in die klote vloogjes, maar dat doen ze blijkbaar niet goed genoeg. Naast de oude viezerikken die de video's van die familie bekijken, zijn er gelukkig ook nog mensen die zich kritisch uitlaten over de bellinga's. Iemand deelt namelijk de mening dat hun hele leven acteerwerk is. Jullie hele leven is een grote acteerles. Het meespelen van de kinderen is hen, logischerwijs, op kritiek komen te staan. De werktijden van kinderen zijn namelijk erg streng. Het maken van zo'n film duurt gemiddeld veel langer dan drie maanden. Benieuwd hoe ze dat gaan doen. Over het algemeen zijn er in de filmwereld strenge regels voor werktijden van kinderen. Ook vakantiepark ontspringt het dan niet. Zij faatseliteren namelijk deze kinderarbeid. Mensen die willen dat de bellinga's stoppen, hebben dan ook navraag gedaan bij het pretpark. Leg dit eens uit. Waarom steunen jullie als familie pretpark kinderarbeid?